Voor Feyenoord doen ze het hartstikke leuk. Maar we zijn dan weer aan het doorslaan. Dan gaan ze meedoen om de titel. Die kunnen natuurlijk lang niet tegen Ajax en PSV. Nee, maar ze kunnen wel voor de derde plek, denk ik. Ja, maar ze maken het een frisse indruk. Je ziet maar ze zijn niet beter dan Utrecht, hoor. En ook niet beter dan AZ, denk ik. Maar ook niet minder. Maar ook niet minder. Nee, ook niet minder. Ook niet minder. Nee, en Utrecht, dat ziet er ook goed uit. Je zei dat Sparta zo slecht was, maar Utrecht heeft een goed team. Met veel goede voetballers. Of ga ik dat kleine jongetje is goed. Ja, die niet zo groot is. Die is klein dan. Die, ja. Maar een kleintje. Ik weet niet hoe oud hij is. Hoe heet die boer? Ja, zo'n moeilijke naam. Ja, ik kom er ook niet uit. Heet geen De Bruin. Goeie trap. Kijk, Boussaïd. Boussaïd. U weet veel, meneer, hè? Ja. U leeft ook echt niet meer, die meneer daar. Die weet veel, hoor. Die Boussaïd. Boussaïd. Ja, maar meneer is Marokkaans zo te zien. 21 jaar is die. Ja, leuke voetballer. Ja, vond ik een leuke speler. Ja. Dus nou ja, goed. Die Maier maakt een mooi goal. Goeie vrije trap. Gooit hij goed in. Ja. Nou, het kan een hele leuke competitie worden. Zijn nou, ik gun het die voorzitter wel. En na 50 miljoen mag het ook wel een keer, hè? Ja, dat is waar. Maar het wordt een mooi afscheidjaar voor jou. Dat kun je wel stellen. Het wordt een mooie competitie. Maar tot de laatste snik ga ik jullie vermaken. Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. En dan ga ik dus heel kritisch zitten kijken de jaar daarna. Ja, maar Boskamp is voor het...